Welkom bij de tabakswinkel. In dit ambacht is een ouderwetse tabakswinkel te zien met een enorm aanbod aan tabaksoorten en sigaren. Het roken van sigaren was vroeger enorm populair en gebruikelijk. Het was dan ook heel normaal om bij allerlei gelegenheden glaasjes met sigaren of sigaretten op tafel te zetten. Hier konden de gasten dan van roken. Maar hoe zijn deze sigaren eigenlijk ontstaan? Dit begint natuurlijk allemaal bij de tabaksplantages. Op deze plantages wordt tabak verbouwd. Ook in Nederland waren er een aantal tabaksplantages. Deze waren te herkennen aan de hoge schuurtjes waar de tabak in gedroogd werd. Nadat de tabak gedroogd was, werd het gesneden. Voor het snijden van de tabak waren er verschillende apparaten. Dit was een van de apparaten waarbij er door middel van een tandwiel een mes op en neer beweegt om zo de tabak fijn te snijden. Met de gesneden tabak konden uiteindelijk sigaren gemaakt worden. Vroeger was het heel gewoonlijk om de sigaren in de sigaren- of tabakswinkel te roken. Hiervoor stonden sigarenaanstekers op de toonbank. Sommige sigarenaanstekers hadden ook nog een gemonteerde sigarenknipper, zodat de klant direct de sigaar kon afknippen. Een opmerkelijk object in dit ambacht is de metalen tabakskoffer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden deze tabakskoffers gedropt door de Canadezen. Op deze manier werd de bevolking van tabak voorzien.